De districtscommissarissen van Wanica hebben een projectvoorstel ingediend bij president Chandrika Prasad Santokhi voor ordening en verfraaiing van de bermen. Districtscommissaris Suraksha Sital Hirasing van Wanica Noordwest zegt dat de ordening belangrijk is voor de kleine ondernemers die langs de straat hun waar verkopen. Het fenomeen van langs de straat verkopen gebeurt volgens haar niet structureel. De ordening zal ook zorgen voor inkomsten voor de staat. En we willen dan daarmee ook als pilot van start gaan. Dat gaat natuurlijk ook heel veel kosten met zich meebrengen. Dus het is even een traject dat we moeten bewandelen, zodat we dan zover kunnen komen. Maar dat hebben we alvast ingediend. En mocht het zijn dat we dan zo'n stadia hebben bereikt, waar we kunnen zeggen van dat geld is er ervoor, dan gaan we ervoor. Het gaat ook inkomsten genererend zijn natuurlijk, want de mensen gaan een bedrag moeten betalen voor een stem. DC Hirasing zegt dat dit project een initiatief van haar is geweest. Ze heeft een onderzoek laten doen om te weten hoe groot de behoefte is voor ordening van bermen. De DC zegt dat dit project een oplossing kan zijn voor velen die momenteel werkloos zijn. De vraag is groter geworden, ook vanwege de COVID-situatie, omdat de mensen de plaatsen die ze misschien werkzaam waren, ze zijn met ontslag gegaan vanwege inkrimping, et cetera, bedrijven sluiten of ja, ze draaien op een laag pitje, waardoor de mensen zonder werk zitten. En dan zie je dus dat er een wilde groei is ontstaan van al die kraampjes. En niet alleen langs de Magentakanaal, maar ook langs andere wegen, langs de highway, langs alle andere drukke wegen die er zijn. Quartaweg is ook een gebied dat heel erg druk is. En vandaar dus dat ik dacht van weet je, wat kunnen we doen om dit zaakje strategisch aan te pakken. Je gaat natuurlijk zit je dan naar een locatie te kijken. Waar kunnen de mensen opgevangen worden? Misschien als een soort open markt, een soort markthal. Dus allerlei ideeën, maar nu moet je naar de locatie gaan kijken. Waar kunnen de mensen opgevangen worden? Districtscommissaris Suraksha Sital Hirasing van Wanica Noordwest. Er is een projectvoorstel ingediend bij de president voor verfraaiing van de bermen in het district.